Hallo iedereen, welkom op deze mooie zondag hier bij ons in Oost-Vlaanderen voor deze cashstuffing voor de vierde zondag van november. Budgetboek erbij en we gaan eerst een keer kijken naar onze kalender. Algemeen overzicht. Ik heb boodschappen gedaan op 18, dus maandag, en op zaterdag 23. Ik moest die dagen voor mijn mama boodschappen doen. En ik heb voor een beetje de weg te sparen, tevens daar ook mijn boodschappen gedaan. Nu bij ons hier, de Delijze is een hele mooie warenhuis. Dus soms zijn de prijzen daar ook wel duurder. Maar ik heb wel gekeken voor de deals dat ze hadden. En daar ook dan mijn menu naar aangepast. Wat brengt dat eigenlijk met zich mee? Want ik schrijf dat dus ook nog eens afzonderlijk uit. Zodanig dat ik weet waar ik zit met mijn budget. Dus we zitten hier in deze 14 dagen van 17 november tot 30 november deze week. Heb ik eigenlijk een totaal aan boodschappen besteed 164,35 min mijn totaal van 260 dat ik heb voor die 14 dagen. Heb ik eigenlijk nog 95,65 euro over voor de laatste week van november. Normaal gezien is mijn budget 130, maar ja, ik heb hier toch wel wat meer op gedaan. Vandaar dat ik deze week heel goed ga moeten plannen om mij aan dit budget te houden met een gezin van 4 en 2 dieren. Ik ga zien hoe dat ik het kan doen of ik ook eventueel aan mijn sinking funds in het huishouden ga moeten zitten. Dat weet ik nu niet, maar positief is wel dat ik dus geen budget opgebruikt heb van de benzine. Dus eventueel voor de eindafrekening kan ik in plaats van deze centjes te gaan afhalen van mijn benzine, want ik had nog over de eerste deel van november ook, om dit dan te verrekenen in mijn budgetten. Ja, je kan het maar één keer opdoen, hè, geld. Dus we gaan zien. Dan kan ik dit niet naar savings doen. We zullen zien wat het brengt volgende week. Ik hou jullie op de hoogte. Maar voor vandaag gaan we... Waar zit ik hier met mijn planning? Ik ga een blaadje teruggaan. De stuffing van zondag 24 november. We gaan twee binders doen. Ik ga beginnen met de kleinste. Het budget dat ik heb voor vandaag is een totaal van 449 euro die ik hier al geteld heb. En deze week heb ik vrijgehouden voor de sinking funds. Ik ga dat naast mij leggen en dan kan ik eventueel het totale er ook op noteren. Hè. Wat heb ik nog nodig? Ik ga mijn steentje nemen voor hieronder, zodanig dat dat gemakkelijk is. Ik heb uitstappen. Ik ga er ook nu deze stiftjes bij nemen. En uitstappen gaan we ook deze week 10 euro stuffen. Dat zijn uitstappen die we eventueel kunnen doen met het gezin. 20, 40, 60, 70, 80, 85. Of zelfs met één van de kinderen. Dat zullen we dan wel zien. Ik ga dat hier dan ook maar direct bijschrijven. Dat hier in 85 zit. Uit eten. Ook 10 euro. Dit zijn kleine stuffingen. Ik weet dat met een gezin van 4 gaan we niet ver geraken. Maar alle kleintjes helpen ook wel. Hè? 10, 20, 30. Wij gaan alle jaren gaan eten met de schoonzus en de schoonbroer. Als herinnering aan de lieve schoonouders die helaas alle twee overleden zijn. Maar om hen zo te gedenken, in de maand dat ze jarig zijn, gaan we gaan eten. Dus ik heb nog eventjes de tijd om hiervoor te sparen. En de partner legt daar ook bij. Dus het is nu niet dat ik het alleen moet doen. Fastfood, jij krijgt ook 10 euro. Ik heb deze
10 euro is twee vinkjes. Ik heb deze in hang gestoken omdat het soms als beloning of einde van een vakantieperiode gaan we eens naar een burgertent en dan kan ik dit budget daarvan nemen. Hè. 10, 20 is 30. Moet ook wel zeggen, als ze zo een hele menu nemen, kan het ook al beginnen oplopen, hè. De tandarts. Ik moet morgen naar de tandarts, maar dit zal voor 2025 zijn, denk ik. Zal nog niet toekomen, hè. Dus 20, alhoewel, we zullen zien, hè. 20, 30 is het 40 euro. Maar normaal gezien is dat rond het 90 euro, dacht ik, de vorige keer. Ik weet nu niet welke behandeling dat ze juist doet, hè. Hoe meer ze moeten doen, natuurlijk. Ah ja, ik zou het hier ook beter opschrijven, hè. Dus 20 euro, dat is 4 blokjes. Of wat moet ik het er zo op? Maar nee. Voilà. Wat was ik aan het zeggen? Ah ja, het is te zien welke behandeling dat ze moeten doen. Hè. Tot nu toe geen haatjes. Dus dat scheelt ook al. Hopelijk morgen van hetzelfde. Als goede doel. Ah, ik ben er nog niet geraakt. Ik moet nog eens overschrijven. Voor voeding voor de honden die daar op de vuilnisbelt leven. Dus in november 10 euro. Maar ik ga dat doen. Is 115. Nadat ik deze video opgenomen heb. Het is 9 euro voor een zak eten. 50, 70, 90, 100, 115. Dan zit ik aan de kids. Kledij. Oeh, die is leeg. Ah ja, onze jongste heeft een vest gekocht. Een wintervest. Dus voor november ga ik er 10 euro in stoppen. En dan zit dat hier terug 10 euro in. Voor de volgende aankoop, hè. Dat zal dan waarschijnlijk schoenen worden. Back to school. Ja, ik had tekort in mijn eigen envelop voor de opleiding. Dus ik heb uit deze back to school 30 euro genomen. Ik dacht bij mezelf, ja, het is ook opleiding, school. Dus we gaan het zo oplossen. En dan nu voor november ga ik plus 5 is 220. Op de bank, eigenlijk 120 nog op de bank, maar het gaat zo gemakkelijker tellen. 100, 150, 170, 180, 190, 200, 10, 20. Dus dat klopt. De kapper. November plus 5 is 30. Ik ga een briefje van 10 nemen en eentje van 5 eruit. 10, 20, 30. Dus deze is weer goed voor een kapper. Ik denk dat het rond de 27 euro is. Dus hetgeen dat je volgende maand dan inkomt, is al terug voor, denk ik dan wel in, ja, tuurlijk, in 2025. Dan ga ik naar uitstappen. Dat is dus, hoeveel ga ik erin doen? 10 euro, dat is eentje. Dat is dus als ik met de collega's op uitstap ga. Wij doen elke keer een andere stad aan. We doen dat één keer in het jaar. En dat is heel plezant. Wat zou ik doen? Gaat dat lukken? Ja, ik ga een briefje van 20 nemen. Ik weet mijn nominaties niet. Ik ga wel zien waar ik uitkom. 20, 40, 60 is 70 euro. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Klopt.
Dus overnachting, de maaltijd voor de overnachting, de maaltijd, de dag zelf. Eventueel in die stad iets aankopen die eigen is aan die stad. Vandaar dat ik dat graag budgeteer. Dan zitten we aan mijn eigen envelop. Er zit nog 5 euro in. Ik heb eruit genomen, maar ik heb het er niet opgeschreven voor welke reden. Maar dat zal ergens tekort gekomen geweest zijn. Oké. Okay. November, wat hadden we gezegd? Plus 10 is 15. Yes. Kledij. Zo'n tracker van Lulalisa dat ik gemaakt heb. Maar voor hetzelfde geld is dat ook voor een ander kledingmerk natuurlijk. Hè. Hoeveel zit hier nu in? 20. Dat is 5 euro per, ik ga het hier bij schrijven, per embleem. En nu gaan we er 10 in steken. Dus mag ik er 2 aankruisen. Briefje van 20 en 10 eruit. 20 is 30. Ah, ik weet het weer. Ik had hier niet genoeg in en ik heb mijn paar zwarte t-shirts met zo'n colletje gekocht. Vandaar dat ik het uit mijn eigen envelop genomen heb. Ja, mijn dobbeltje valt. Selfcare. Selfcare is ook zo'n mooie tracker. Allee, als ik het, als zeg ik het zelf. Een leuke tracker, zal ik zo zeggen. Dus 10 euro. Ik ga nu juist geen zwart nemen, want anders valt dat zo weinig op. Ik ga ook de blauwe nemen. En voor 10 euro, wat gaan we nemen? Deze lotusbloem. Voilà. Ik ga 2 briefjes van 5 eruit doen en een briefje van 20 erin. 20, 30, 40 is 45. Dan gaan we naar het haar. Ik zelf ga zo niet veel naar de kapper. Maar mocht ik in huishouden of zo tekort komen, kan ik deze gebruiken voor shampoo of zo. Hè. Dus 5 euro. 10, 20 is 25. De wine. Ah, dat is de wine. Ik kon mijn eigen schrift niet meer lezen. Dat is ook 5 euro. En dat kan ik inkleuren met een potloodje. En dan is de eerste blok volledig. Dat zal dan 20 euro zijn. En 5 euro. Klopt. Healthy Lifestyle. Deze krijgt ook 5 euro. November plus 5 is 65. Deze klopt ook. Right. Zo is de binder van de Sinking Funds weer een beetje gevuld voor de maand van november.
Dan ga ik naar de grote A5 luxe binder voor, ja, toch wel wat grote te stuffen, hè. Maand vooruit. Maand vooruit krijgt 30. En dat is voor het eerste dat ik stuf, is voor de lening een maand vooruit te hebben. Dus elk hokje is 25. Ik heb 30, dus ik mag eentje hokje zeggen. Het is een huisje. Hè. Kijk, ik mag dus eentje aankruisen. 20, 30. Oeps. Oepsie, poepsie. Eventjes verstrooid. Ah, het is allemaal een beetje door elkaar. Oké. Okay. 50, 70, 90, 110, 130, 140, 150, 160, 165. Het zit hier natuurlijk meer in dan dat kan aanduiden, maar het is maar vanaf 25 dat ik een huisje aankruis. Oké, okay, dan gaan we deze overslaan en dan gaan we naar de emergency. En voor de emergency ga ik naar mijn challenges die hier achteraan zitten. Dan kan ik ze volledig ook in orde maken. Hier zo. Welk budget hebben we voor onze emergency? Want ik zou graag mijn doel behalen van 1000 euro op mijn jaar. Ik heb al 500 euro op de emergency gezet. Dus dit zijn de laatste loodjes naar december. En nu ga ik er 25 in stoppen. Dat zijn deze cijfertjes. 8, 9 en 9 is 18. 18 en is 25, want deze was al gedaan. Ik zal geen kleurtje bij gehad hebben, vandaar dat hier een kruisje op stond. Wel, nog een rijtje gedaan. En dan voor december is het nog deze. Maar ik heb ook nog challenge lopen, dus dat komt goed, hè. Ik ga eerst 25 nemen. Ik ga 30 nemen en een briefje van 5 eruit doen. $100, $200, $20, $40, $60 is $300, $20, $40, $60 is $400, $20, $30, $35, $30. Dus dat is nog €65. En ik heb mijn doel behaald gedurende het jaar. Dan deze is ook geen malse, dat is de... Oeps, een blaadje ligt weer uit. Dat is niet erg. Ik ga het hier steken. Voilà. De luiaard. I am not lazy. I'm just enjoying saving money. Dat is er een van Lisa Grateful Me. Het staat hier al van op de bank. Vandaar. Ik ben begonnen in april 24. Dus dat is al goed gekort. En dan schrijf ik dat hier zo'n beetje op, dat dat op een 3 jaar de tijd zou mogen gaan. Voilà. Ik schrijf het op, want anders vergeet ik het gewoon. Zeker als je verschillende savings doet. Ik ga hier nu €100 naar stoffen, dus ik mag 20... 80. Dan ga ik een ander kleurtje nemen. Ik ga dat roos nemen. En mag ik hier ook nog eentje doen voor €100. 16. En 4 is ook 20. Voilà. Dus ik heb al 1500 op de bank gezet. En nu heb ik hier 120, 40,
terug in cash. Oké. Het is wel een hoog bedrag, hè? 4200. Maar ik neem er mijn tijd voor. Voilà. Dan ga ik over naar onze laatste. De Holiday Challenge. En hier... ik heb al dat gebruikt. Ik ga dit gebruiken. Ah, nee. Ik ga groen gebruiken voor een palmboom. Hierbij is elk icoontje 100 euro waard. Een hele hoop geld. Maar het is voor de vakantie van 2025. Ik budgeteer dat. Ik koop dan minder prularia. En ik kan het hieraan besteden. Voor deze challenge. 100 euro. 50. 1, 2, 3, 4, 5. Ik ga deze nemen. 5 briefjes van 20. 100. 200 is 300 euro. Voilà. Dan ga ik dit wegdoen voor een beetje plaats te hebben. Want ik ga nog een laatste spelletje spelen. Namelijk... Oeps. De haakjes sluiten hier ook niet goed. Ik heb dat al nog voor gehad met die luxe binders. Ik zou ze mij dus niet meer aanschaffen, want ik heb daar veel geld voor betaald. Maar ik ga er niet over zagen. Ik heb dat al verteld. Zwat, het is wat het is. Oké, wat hebben we hier? Onze giraf, hè. En voor onze giraf ga ik de resterende doen. 50, 55, 59. We gaan eens kijken. Wat heb ik hier? Ik ga er mijn rekenmachine bij nemen. Als ik deze twee doe, 27 en 31, kom ik op 58. En dan ga ik de reden uitnemen uit de envelop. En dan klopt het, hè. Oké. Dus. De stickertjes erbij. En dan klopt het mooi dat het aan elkaar hangt. Wat heb ik? B. Dus dat zijn hier allemaal C's. Dat hoef ik niet. Ik ga naar hier gaan. B31. Dat is deze. Oeps. Ik heb hem al juist. Zo. En dan heb ik nog B27. Dat moet ook zo in die vorm zijn, hè. Ja, hij is hier. Alright. Nice. Wat hebben we dan? Deze wordt erbij gestopt. En deze ook. 2, 4, 6, 7. 100. 200. 300. 400. Oh, dat gaat lukken. 450. 70. 90. 510. 515. 520. 522 heb ik in totaal. Voor mijn challenge. Van de giraf. Dat is een hele leuke. Ik heb daar nadien dan ook nog een kaartje van. Natuurlijk mocht u daar niet in focussen. Dat het vlug moet afgewerkt zijn. Want dat gaat
niet zo goed lukken. Dus ik stuf wanneer dat ik kan. Maar je kunt het ook aan je eigen budget aanpassen. Hè. Is elke sticker de waarde die jij er kan aan geven? Dan schrijf je dat er op een kaartje bij of zo. En dan heb je ook een leuke challenge. Oh, ik ga dat er ook bij steken. Heb je een leuke challenge om te doen, hè? Voilà, we zijn weer al tot op het einde geraakt. Like en subscribe als je dat nog niet gedaan hebt. Bedankt om de tijd door te brengen bij mij. Met deze mooie zondag nog een keer. De zon schijnt hier prachtig. Echt. Ik heb liever zo een koele winterzondag met het zonnetje voor mijn moraal. Is dat top? Ik zou zeggen, een goede budgetweek naar jullie toe. En tot de volgende. Dag!